Vandaag in de biechtstoel, cabaretier Mark van de Veerdonk. Wat heb je op je hart, mijn zoon? Het is heel bijzonder voor mij dat ik nou mag biechten. Want ik heb dat als jongetje 30 jaar geleden, misschien wel 40 jaar geleden, ook moeten doen. Toen heb ik gezegd dat ik uit de suikerpot had gesnoept. En wij hadden thuis helemaal geen suikerpot. Dus ik verzin meestal wel wat als ik in een biechtstoel zit. Maar ik wil natuurlijk wel ergens vergiffenis voor gaan vragen. Eigenlijk voor twee dingen die ik fout doe in mijn leven. De eerste is natuurlijk, ik drink soms te veel. En dat is nog tot daar en toe. Maar dan ga ik ook gekke dingen doen. Dan ga ik schilderijen verhangen in hotels. En ik zou ook wat meer geduld willen opbrengen voor sommige situaties. Ook als ik bijvoorbeeld naar de gemeente Uden bel en ze na 6 minuten nog niet opnemen. Oh, ik word weer kwaad als ik eraan denk. Sorry. Verhalen verzinnen is een beetje mijn vak. Dus het zou kunnen zijn dat ik een van de zondes die ik zojuist heb opgebiecht ook heb verzonnen. En daar wil ik dan ook eigenlijk meteen vergiffenis voor vragen. Waar geloof je in? Geloven, ja, ik zeg altijd geloven dat is meer hopen. En eigenlijk zijn alle godsdiensten die er zijn, dat is allemaal maar geïnstitutionaliseerde doodsangst. Ik heb er nou enorm veel moeite mee dat er een opperwezen zou bestaan. Dat zou nou nog kunnen. Maar die zijn zoon naar de aarde heeft gestuurd om ons te redden. Hoe halen we het in onze bolle toet? En mocht ik me hierin vergissen, dan ook wil ik daar vergiffenis voor vragen. Dat vind ik dan wel handig. Ik geloof in het nu, ja. Het is misschien wel heel erg leeg. Dus ik denk dat gelovige mensen mij een heel erg leeg persoon vinden. Dank u wel dan. Tot binnenkort.